zeker weten. En lang weekend. Lekker vierdaagjes, hè? En topweer. Ja, het is momenteel 15 graden. Het is echt topweer. Ik zit nog wel met mijn trui aan, maar dat is... Ja. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Maar... Omdat je weer kou had. Ja. Nou, in het zonnetje is het super lekker. We gaan, zoals vorige week gezegd... Ons buikjes vullen. Veluwe Noord. Ja. Kempentuin, Sjon en Astrid. Gaan we... Morgen hebben we weer 5-gangen diner. Ja. Dus worden we weer lekker verwend. Van restaurant Amuse, hè? Ja, ik heb er nou wel trek in. Ja, jij weet het menu nog niet. Nee, dat hoeft ook niet. Ik wel. Dus ik heb er al zin in. Ik weet niet of Sjon er ook nog net zoveel zin in heeft. Zou vast wel goed komen, want hun bereiden het zo dat... Dat al Lucie zelf nog mee. Nee, maar in principe lust hij dan gewoon alles. Dat is zo goed op elkaar afgestemd. Ja, maar ik wou zeggen, dat smaakt stront nog lekker. Nou, dank je. Ja, als het goed is, vrijdag, zaterdag gaan we daar staan bij Kempentuin. En dan willen we zondag... Ja, is de bedoeling dat we... Ja, ik vind het een raar woord, maar ja, dan gaan we naar De Dellen. Ja. In Heerde. Dat is een natuurcamping. Je hebt er helemaal niks. Ik geloof een waterpomp met grondwater en een loosplek voor het chemisch toilet. Ja. En betalen met de envelop. Gaan we daar eens kijken. We kregen de tip van iemand via YouTube. Ja, Arjan. Van Arjan. Dankjewel voor de tip. Tenminste, denken we. We gaan er nog kijken. Ik zie het hier zo. Kijk. Misschien staat hij wel vol. Maar goed, we gaan er in ieder geval kijken. Dan keren we weer om en dan gaan we weer terug naar de Veluwe. Wel ja. Veluwe Noord. Jullie gaan het allemaal zien dit weekend. Tot straks. Doei. Doei. Aangekomen op de Kempentuin, hè? Veluwe Noord. Ja, leuk. We hebben een hoop leuke mensen gezien. Ja, een hele hoop leuke mensen ontmoet. Kijk, dit is ons plekje zo. Lekker in het zonnetje. Ja, een klein beetje wind, maar... Ja, maar ik denk eigenlijk dat het anders best wel warm is. Ja, je zou haast je bikini aan gaan doen, of niet? Nou, ik geloof niet dat mensen daar heel erg op zitten te wachten dat ik mijn bikini aan heb. Er staat alleen niet hard dadelijk hier ook. Deze komt een hele reddingsteam. Zijn lekker even het een en ander aan het eten, een stukje kaas, een stukje worst. Ja, en even met mijn vriendinnetje aan het appen. De tas, de kaakjes gaan zoals gewoonlijk weer heen en weer. Nee, nu jou niet. Nee, nu niet. Kijk, hier staan we. Lekker uitzicht over de landerijen. Nou, het is al aardig druk op de camperplaats. Een hoop mensen die gereserveerd hebben voor het eten van Amuse zaterdagavond. Ze staan er al zat. Er zou nog het een en ander aankomen. Sinds kort hebben ze ook een caravan. Het is wel makkelijk als je als er iemand op visite wil komen of iemand een weekendje bij je camper wil zijn en je wil die niet laten logeren in de camper. Kijk, hebben ze een caravan in de verhuur. Helemaal compleet. Een voortent erbij. Ik weet niet of die... Nee, zo te zien is er niemand. Alles erop en eraan. Eens kijken of ik dadelijk binnen even kan filmen. Even vragen. Een mooie ruime voortent eraan. Met een zitje. Hier nog een opbergkassie. Eens even binnen kijken. Kijk, het is echt hartstikke leuk voor als er mensen bij je zijn en je wil gewoon lekker een weekendje samen wezen, maar die hebben geen camper. Dan is deze voor de verhuur, zoals ik al zei. Alles erop en eraan, helemaal compleet. Is goed over nagedacht. Complimenten. Ja, voor de rest zijn we hier natuurlijk al een aantal keren geweest en hebben we al wat filmpjes gemaakt van de camperplaats. Dus ik ga er in principe niks meer van de camperplaats
filmen. Ik denk dat dat allemaal wel bekend is, anders moet je dat eventjes terugkijken op onze vorige filmpjes. Nou, dit is het welbekende bord, hè? De Campertuin Veluwe Noord, Oldebroek. Helemaal gek van kabouters hier bij de Campertuin. Dan loop je hier voorbij het hokje in en dan fluit hij niet. Nu, lekker. Ah, ik hoorde hem. Kijk, even zo voetjes erlangs. Ik denk, nou, er zit een of andere vrouw in dat hokje te fluiten namen, maar het is gewoon die kabouter, joh. Tijd geleden dat ik daar trouwens dat gefluit heb gehoord namen. Dat is aardig wat jaartjes geleden, ik kan me niet meer heugen. Maar goed, het is weer een keer gebeurd. Dan wel door. Zet, even het eten aan het bereiden. Ja. De vooravond. Van het culinaire menu. Ja. Dus nu hebben we geen culinaire menu. Nee joh, we hebben pompoenensoep. Kijk, pompoenen. Ik heb echt nog nooit pompoenensoep op. Sim kreeg al haar zo'n rolboertje. Hoe komt ze daar nou weer bij? Ja. En gewoon een broodje erbij. Ja. Zo, we zijn lekker moosje even van het uitlaten in het bos. Even een klein stukje. Ja, dat is ideaal hier. Je steekt de weg over en je bent het bos in. Ja. Dus, lekker rustig. Het zonnetje schijnt nog steeds. Het is wel wat frisser, maar... Ja, maakt het niet uit. Kijk uit voor je. Ja, voor mijn harses. Ja, ik ben inderdaad even naar de kapper geweest. Door een puntje straf. Ja, coronakapsel moet straf, hè. Gaat ie? Je pompoenensoep. Pompoenensoep kwam omhoog. Zo. Moosie. Ja, dat is een aardig boompje, hè, Moos. Nou, we gaan even een stukje verder. Even stappen. Morgen gaan we lekker op de fiets naar Elburg. Ja, morgen gaan we eens in Elburg kijken hoe of wat. Hebben we al het een en ander over gehoord dat het... Ja, volgens mij zijn we de vorige keer ook doorheen gefietst of langs gefietst. Of... Ah, oké. Okay. Maar niet in Elburg zelf. Nee, gaan we daar eens een kijkje nemen. En dan s'avonds lekker kanen. Ja. Nog nooit een beest gezien hier, hè? Buiten een hond dan. En een paard. Hè? Nee. Oh, sorry. Had je het... ik denk nee, ik zit eigenlijk mijn eigen te lullen. Nou, het deed de meeste thuis. Kan toch? Ja. Ik ben tegenwoordig alles gewend. Ja. Je staat nergens meer van te kijken. Nee, ik sta nergens meer van. Zo, zoals je ziet zitten we weer op de Stalen Ros, hè? Onderweg naar Elburg. Onderweg naar Elburg. We fietsen nu het harde in. Ja. Kijk, dat is lekker voor de mensen die naar de Veluwetuin gaan. Als je het doet, hele leuke sjaals haken. Ja, het staat goed, hè? Ja, verschillende kleurtjes. Nou, lekker warm. Ja, zeker lekker warm. Het is ook nou, aardig temperatuur. Het is nog iets wat fris. Winters. Ja. Op zich, als je hier lekker bij de camping in het zonnetje zit, is het wel lekker. Maar hier op de fiets, ik ben blij met je sjaaltje. Je bent heel blij met je sjaaltje. Nou, we gaan eens even kijken waar we heen moeten. Hier in het harde nog een monumentje van de Airborne.
daar nog een leuk optrekje. We zijn dus aangekomen in Elburg. Ziet er heel gezellig uit. Leuke straatjes, leuke huisjes. We gaan eens even vestigingsplaatsje in, hè. Verbouwd. Het clarion begint dus gelijk spontaan te spelen voor ons. Daar, kijkie. Imposant gebouw. We zijn de stadsmuur opgeklommen. Leuk uitzicht. De landerijen. De buitenkant van Elburg. Nou, maar weer eens even beneden kijken. Die zit echt te kijken van, wat moet je hier? Hier, nog een jonkie. Volgens mij beweegt het nog wel. Mag hopen van wel. Ja, ik zie de ademhalen. Zaterdagavond. Nou, je ziet het. Sim gaat koken. Ik ga koken. Tas op de tafel gedekt. Het menu. Oh, mijn vinger zit er voor je. Nou ja, het menu. Ik kan het menu wel laten zien, maar jullie zien de gerechten zo meteen. Voor jou ook een verrassing, hè, wat je eet. Voor mij ook een verrassing, ja. Want ik heb het speciaal niet willen weten. Surprise, surprise allemaal. Jullie gaan het zien. Het voorgerecht is binnengebracht. De wijn is ook al ingeschonken. En al bijna leeg. En al bijna leeg. Nou, het voorgerecht, ja, was het voorgerecht gerookte eendenborst. Ja, die hadden we de vorige keer ook. Ja, dit was wat we de vorige keer ook hadden. En dat was erg lekker. Ja, dat was heel lekker. Ja. Nou, we gaan er weer van genieten. Eet je, schat. Eet smakelijk. Zo, we hebben lekker, als het goed is, tenminste, als het goed is lekker... Aspergesoep met kervelolie en een zelfgemaakte snoepstengel. Snoepstengel? Ja. Ja, het is weer de tijd voor de asperges, hè? Ja, de ideaal. Ja, jij vindt het echt heel erg lekker, ik hè? Ik ben aspergefan. Nou, ik ga het proberen. Jullie horen het zo meteen. Volgende is weer binnengekomen. Meneer, u krijgt geserveerd. Gebakken schoolfilet
op roerbak van Hollandse asperges en daslook. Kijk, dat bedoel ik. Eet u smakelijk. Eet ze. Jawel, Candy meneer. Ja. U krijgt uitgeserveerd. U, wij. Wij toch? Nee, u en uw hondenkind. Wie hij? Ja. Lekker hè, Moos? Ruikt goed, hè? Yummy, yummy. Hollandse asperges, gegrild stukje entrecot, geserveerd met nieuwe aardappeltjes en Hollandaise saus. Kijk eens aan. Kijk eens. Eet u smakelijk. Amuse, jullie hebben weer je best gedaan, zeg. Absoluut. Maar we zijn er nog niet. Eet ze. Krijg je daar een lekker toetje? Ja. Ja, we hebben toetje. We hebben toetje. Wat was het nou? Hazen de set. En moeilijk woord. Mag je zo even filmpen? Filmpen? Filmpen. Lekker hè, die wijn. Mag niet bellen. Nee. Blank. Nou, doe even kijken. Waar moet dat staan? Ah, hier. Ik even focussen. Dit is een Blanche Manager. Van amandelspijs. Met gebrande amandeltjes. En Compot heet dat. Ja, ik kan niet zien. Nee, hij focuste niet goed. Je weet het leuk te vertellen. Nou, dat knippen we maar, hè? Nee, we knippen niks, want we doen nooit knippen. Kijk, en hier een wijntje erbij. Nee, is geen wijntje. Oh. Of wel? Is wel. We zijn goed voorbereid. Is het wel een wijntje? Een dessertwijn. Ja, het is een dessertwijn. Oh. Nou, eet smakelijk. Eet ze. Zo, we hebben alles op. Het was weer fantastisch. Het is een beetje donker. We gaan even bedanken. Hoi jongens. Hoi. Hey. Gezellig hè? Eet smakelijk. Dankjewel man. Dankjewel. Jullie hebben weer fantastisch je best gedaan, echt waar. Dankjewel. We hebben wel een glas gesneuveld van jullie. Ja, sorry. Excuses. Zet maar op de rekening bij John. Shit happens. Ja, zo is het. Zo, we zijn weer onderweg. Het is zondag. Nou, we hebben geslapen als een blok van al die wijn. Ja, prima. Geen probleem. Nog een paracetamolletje erin en karamai. We zijn onderweg naar de Dellen. We gaan eventjes kijken of dat de plek is. We hebben al afgesproken, als er geen plek is, gaan we weer terug naar de Veluwetuin. Nou, volgens mij hebben we het gevonden dat dit moet de ingang wezen van de natuurcamping. Even je poortje open en dan gaan we weer. Hoppa. Zo, echt midden in het bosje, lief. Ja. We gaan even kijken of dat er ergens een plekje is. Weer een hek. Nou, dit moet het wezen, midden in het bos. Een terrein. Even kijken. Even mijn telefoon maar wegleggen. Nou, we staan dus op natuurcamping De Dellen. Nog eventjes Arjan, hartstikke bedankt voor de tip. Echt waanzinnige stek. Er is een veld midden in de bossen. Er zijn voorzieningen. Het chemisch toilet kan je legen. Je kan water pakken. Dat gaat door middel van een pomp. Dus grondwater. En je kan je huisvuil depaneren. Voor de rest is er niks aanwezig hier. Dit is het veld waar je op kan staan. In ons geval betalen we €14,50 per dag. En er zit dus geen stroom bij. Zie, het is ruime plaatsen. Tussen de gemarkeerde paaltjes kan je hem neerzetten. En hier staan wij dus. Hier wat informatie over de plek. Op deze plek heeft dus vroeger een kleine boerderij gestaan. De funderingen zijn nog zichtbaar. Zoals je daar ziet. En dan hier is de waterpomp waar ik het over had. Hier heb je trouwens ook nog, kijk, fundering. Een oud boerderijtje.
Dit is dan de waterpomp. Met de hand. Dat is dan grondwater wat je oppompt. Maar goed, wij zitten vol met het drinkwater. Dus. Het is, in de zomermaanden zit er een beheerder. Nou ja, die deelt in principe alleen het formulier uit. En het formulier vul je in. Deponeer hem hier al in de brievenbus. En je krijgt een rekening thuis gestuurd. Dus. Zo gaat het in zijn werk. Makkelijker kan niet. Welkom op de Dellen. 524 hectare groot. Van alles te beleven, van alles te zien. We gaan het meemaken. Ja, we gaan het meemaken. We gaan even een klein stukje met Moos wandelen. Even Moos uitlaten, om zo maar te zeggen. En vanavond gaan we kijken of... Nee, we gaan vanavond wandelen. Kijken of we wat kunnen spotten. Nou, we zijn het... Dit is het hekje van de camping en hier is bos, dus wat willen we nog meer? Kijk, en dan lopen we hier in de bossen van de Dellen. En dan draaien we een stukje om. Dan zien we daar de camping. Beter wil je het hebben als je van de bos hou. Dan denken jullie misschien, nou, ik heb in de tuin een aardige rhododendron staan, maar het zijn toch ook wel spectaculaire gevaartes. Zeker heel mooi als het in bloei staat. Trouwens, een stukje vanaf de camping heb je hier een graftombe. Dus die staat hier gewoon in het bos. Mooi plekje bij de rhododendrons. Wanneer dan ze in bloei zijn of in bloei staan, zou het er echt wel fantastisch uitzien. Muis stil hier, alleen de vogeltjes hoor je. Net buiten het hekje kan je hier je vuil deponeren. Als we dan een stukje naar het hekje toe lopen. Zie, daar is het hekje. Moet je dan netjes te wachten. Hier kan je je chemisch toilet legen. Nou, meer hebben we niet nodig. Het echte camperleven. En zelfs dat hebben we niet nodig. Nee. We hebben gewoon een dubbele bij ons. Ook dat. En we leven thuis. Ja, ook makkelijk. En mocht je niet te ver willen lopen, die graftombe is aan de achterste. Hekje uit, naar links. En dan ben je er. Stiltegebied. Nee. Dat is mooi. Moos is weer thuisgekomen van de wandeling. En die heeft zoiets van, kom, we gaan nog even verder. Wat zies. Druk te schoppen. Hey. Schij uit. Alle eekhoorns weg. Zo, we hebben onze hikers outfit aangedaan. We gaan aan de wandel. Ja. We gaan een rode route volgen. Ja. 4,5 kilometer of zo. Ja, het is nu even 7 uur. Ja, het is 7 uur. Nou, gewoon op het gemakkie. We gaan het zien. Ja, we gaan het meemaken. Nu gaat het echt gebeuren. Kijk, en als je nou hier kijkt, best aardig ingangetje van een holletje. Lijkt me niet een konijnenhol of iets dergelijks. Maar ja, Moos al geprobeerd erin te laten. Nee hoor. Maar die wilde niet. Nee, dat gaan we niet doen. Mooi stukje heide. Kom je in één keer tegen op een open stuk tussen de bossen.
Mooi zo, hè? Kijk, die lucht. Motie moet altijd voorop lopen. Had hij nou zoiets van dat hij ook sporen ruikte? Ja, muizen. Ja, het enige waar hij op afgaat is muizen. De rest echt helemaal niks. Daar nog een of andere uitkijkhutje of zo in de vette. Als je daarin gaat staan, dan heb je het uitzicht zo. Erg schitterend. Heel mooi. Dit is wel grappig, want dit was in 1932 tot en met 1968. Was dit de vijver waar je met van die bootjes kon varen. Een soort Efteling in het bos, zeg maar. Hij is nu drooggelegd. Dus waren dan konden er mensen met die kinderen hierheen en dan konden ze met een bootje varen in de vijver. Tussen de bossen. Hadden ze toch tijdens zo'n wandeling hadden ze toch een of ander vertier. Dan ze wat rustiger bleven. Grappig. En dan met het idee dat het in 1932 al was, joh. Heel stil zijn, we hebben wild gespot. Kijk, daar lopen ze. We hebben het. Had je trek in kippensoep? Ja. Morgen eten we kippensoep. Het begint al te schemeren. Echt wolplekken, dat wil je niet weten. Maar een wild zwijn? Maar, niet echt. Wordt gewoon weer een foto van een foto maken, geloof ik. Ja, bizar, joh. Meestal als wij er echt voor gaan, althans voor gaan, maar dan we erop gaan lopen, dan zie je echt geen fuck. En als je zoiets hebt van, nou, we gaan een stukje wandelen, dan kom je die beesten tegen. Het is echt helemaal niks. Nee, en het is nou toch tegen negenen. Ja. Nou ja, we hebben een lekkere wandeling gemaakt. Natte neus gaan. We komen vast ooit nog wel eens beesten tegen. Wel, maar het zou zo leuk zijn weer eens een keer een cadeautje te zien. Ja, nou ja, die zie je iedere morgen als hij wakker wordt. Ja, Moos. Oh, nou bedankt. Oh, wat zie jij? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vandaag maandag. Ja. Zonnetje schijnt. Ja, strak blauwe lucht. We hebben de fietsen er vanaf gehaald. We gaan een rondje fietsen hier al in de Dellen. Ik heb een route uitgezet van 24 kilometer. Ja, kijken of we nog langs bezienswaardigheden komen. Ik zou het niet weten, maar dan gaan we vanavond lekker weer een stukje lopen. Nou ja, zoals je gezien hebt, gisteravond was niks. Dus ik ga niks meer zeggen. Alleen twee hanen, twee boshanen tegengekomen en dat was die. Ja, ach. Wel lekker zo, hè, die dagjes vrij. Het was zalig. Ja, het is zalig. Het is zalig, ja. Het is echt een... Een mini-vakantie. Ja, het is echt een rustige camping hier, hè? Ja, dus mochten jullie nog meer van zulke tips hebben... Ja. Mag ik ze eventjes doorgeven, hoor. Ja, dat is echt... Dit is echt... Kijk, dit zijn voor ons nou inderdaad de plekjes waarvan wij zoiets hebben. Dit is erg prettig. Ja, stroom hebben we niet nodig, dus geef de plekjes maar door. Ja. Het is echt fantastisch slapen hier ook, joh. Je hoort echt helemaal niks. Het is echt muis en muisstil. Ideaal. Nou, we gaan de fiets op. Doei. Stappen. Trappen. Nou, het eerste leuke projectje hebben we gevonden. Infiltratieproject, EPE. Kijk, en dan heel
leuk meertje. Laten we even daar omhoog lopen. Dat is een bankie. Kijk, en het ziet er dus zo uit. Beetje wind, maar moet kunnen. En daar zie je water bewegen. Water wat waarschijnlijk gefilterd wordt. Leuk hoor. Schitterende natuur eromheen. Zo, we zijn bijna in Epe, zie ik. Fietsnavigatie, knooppunten werkt prima nu. We hebben de code door. Na 3 maanden, dus dat gaat goed. Ja, het is fijn dat je gewoon je geluid aanzet. Ja, het is wel makkelijk als je je geluid aanzet. Dan hoor je die vrouw tenminste een beetje praten. Hè? Ja. Nou, fiets in Epe. Leuke optrekjes zo hier en daar. Ik kan net zeggen, mooi links kijken. Kijk eens even. Nou, die is niet meer te zien, die zit achter de bomen. Dan gaan we de winkelstraatjes in. En nog dat dingen. Ja, Café Boyard. En dat? Nou, de kerk. Lekker rustig hier nog op een maandagmorgen. Hier een ijssalon. Beetje vroeg voor. Fietsen we hier langs, zien we hier al een heel groot stuk bos. Echt zonde man, maar kijk, dat zijn ze aan het afbreken. Een stukje hierheen lopen, zie je hier een huis. Dat zijn ze aan het afbreken, dus ja. Hier gebeurt het waarschijnlijk ook, gewoon voor de nieuwbouwwoningen. Kijk daar al. Leuke route, heel afwisselend. Van Bors naar naar Dorpies. Knooppunt 43. Het volgende knooppunt is 93. Dat is wel leuk om een beetje overal door de dorpjes en dergelijke te fietsen. Een beetje huisjes kijken. Nou, je ziet wel het een en ander al leuke dingen ertussen staan, hè? Ja, van die hele lieve kleine. Ja, en van die godgruwelijk grote. Ja, van alles wat. Plaatsje weet ik niet meer, waar we nu in fietsen. Ik heb het gezien op bord, maar ik ben het alweer vergeten. Dus. Je nadert knooppunt 43. Het volgende knooppunt is 93. Even een pitstop. Heel lekker. We hebben een kilometertje of... hoeveel? 10 denk ik. Ja, kilometer of 12 erop zitten. Dus, kijk, ik vind het altijd leuk, die steentjes. Ja, dat kom je vaak tegen, hè? Die steentjes. Bij ons op de dijk leggen er ook een paar. Dan wordt er wat opgezet, kijk. Hoop. Hoop? Ja, hoop. Nou, het is fantastisch weer om te fietsen, joh. Ja.
Hier heb je een bord. Dan kan je zien, ze hebben hier een hoogwatergul aangelegd. Om de dorp te beschermen tegen het hoge water. En ze hebben daar ook een vispassage in aangebracht. Want de vissen gewoon tegen de stroom in kunnen zwemmen. Maar ja, vissen. Allemaal vernuftig, hè, die dingen. Nog even terug bij dit bord. Voor de geocaches. Kijk. Mag niet verraaien, maar dit zeg je wel wat, denk ik. Kijk. Niet. En gauw weer terug. Zo, niks gezien. Dorpstraat in Heerde. De winkelstraat. Ik weet niet of het de Dorpstraat heet. Vaak wel, maar... Even kijken of we een coffee to go kunnen halen. Je nadert knooppunt 94. Het volgende knooppunt is 14. Mooie kerk. Ik zit hier even te wachten. Het was eens een... koffiezaakje, een restaurantje ingelopen. Dus even kijken of we daar een coffee to go hebben met iets lekkers erbij. We zitten dus in de winkelstraat. Daar is de tas even naar binnen. Gaan het meemaken. Nou, Moosje zit zoals gewoonlijk weer rustig te wachten. Echt een ideaal hondje. Of hij nou in zijn fietsmandje, zijn camper of wat dan ook zit, maakt hem allemaal niks uit. Hij vindt alles goed. Als hij maar bij een van ons is, dan is het allemaal prima. Hé, Moos? Nou, het is gelukt. We hebben een koffietje met wat lekkers erbij. Dus... Ik heb voor jou aardbeien, voor mij is een advocaat. Een advocaatje, nou. Kijk of we nog terugkomen dan. Gaan we even lekker van genieten. Gaat er wel in zo, hè? Mm-hmm. Hondje ook? Hij heeft het wel verdiend. En dat een hele lekkere koffie to go. We hadden stiekem een bankje gepakt. Ja, dat mocht niet. We dachten, nou, we gaan in een lounge set zitten. Maar ging hem even niet worden, joh. Natuurreservaat, de Rendeklipper. Kijk, een mooie boom. Kijk eens, dat ziet er echt schitterend uit, joh. Zo, zoals je ziet zijn we weer lekker gearriveerd in het campertje. Een heerlijk stuk gefietst. Ik denk 26 kilometer volgens mij. Ja, misschien nog wel meer. Want op een gegeven moment hadden we zoiets van... we zijn ongeveer bij de beginpunt. Ja. Maar toen moesten we natuurlijk... Toen heb jij ingesteld weer. Ja, voor Google Maps. Want we waren anders begonnen. Hè? Eigenlijk moet je hem eerst navigeren naar het startpunt. Hè? Ja, wij hebben altijd zoiets... Nou ja, het is ongeveer daar. Dus ja. Dan pakken we hem wel op. Wij zijn een beetje eigenwijs. Dat is hetzelfde als de navigatie van de auto zegt van je moet hier rechtsaf. Dan hebben wij zoiets van nee joh, we kennen daar ook rechtsaf. Wij weten de weg beter. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Gewoon wat kanen. Stook mijn hasses. Even wat kanen maken. Moet je die camper uitbouwen joh. Ah, lekker even een toastje, een gevuld eitje. Ja, we moeten natuurlijk eventjes een beetje weer energie opdoen. Ja, van al dat getrap. Ja. Nou, was wel hartstikke lekker, hè? Ja, en ik vond de route die ik nou toevallig een keer uitgestuurd... Nou, niet toevallig, maar deze route vond ik ook wel erg mooi. Ja, absoluut. Ja, wat we al in het filmpje zeiden ook. Allemaal variaties, dorpjes, heides, bossen, noem het maar op. Ja, en met dit weer vind ik het ook gewoon lekker om door die dorpjes te rijden. In plaats van alleen maar door die bomen op mijn bomen shit. De bomen shit. Je bent toch een oude bomenknuffelaarster? Ja, dat is waar. Nou, we gaan lekker even happy doen.
Nou, daar zitten we weer. Op de fiets. Op de fiets. Nieuwe dag, nieuwe kansen, s'avonds. Het is 7:15 of zo geweest. Ja. We zijn een stukje op de fiets. Gaan we ergens bij een restaurant, de Ossenstal of zo. Ja, daar zetten we de fiets neer. En daar gaan we eens lopen. Dus gewoon aan de overkant van de camping. Ja, een stukje verder. Ja, maar om het aan te lopen vind ik het net iets te ver. Ja. Want volgens mij is het hier al. Ja, hier moeten we zo rechtsaf. Maar we weten nog niet hoe ver dan we weer rechtdoor moeten dan. Dus. Nee, want het restaurant schijnt in het bos te leggen. Dus we gaan hier zo dadelijk rechtsaf. En dan zien we wel. En dan gaan we dadelijk verder lopen. Ja, dan zie je ons zo weer. En misschien om de terugweg ook wel als fietser gejat zijn. Ja, dat kan ook. Nou, we zien ze. Stokstijf blijven ze staan. Goedemorgen. Het is dinsdag. Koningsdag. Het is Koningsdag vandaag. We gaan op Huisteraan. Heerlijke 4 dagen gehad. Eerste 2 dagen Campertuin Veluwe Noord. Ja, superleuk. Weer nieuwe mensen leren kennen. Ja, absoluut. Was gezellig. Ja, was heel gezellig. Eten top. Alles top. Ja, alles is top daar. Dat is echt een aanrader om daar een keer naartoe te gaan. En toen zijn we naar de Dellen gegaan, hè? Natuurcamping de Dellen. Ja, zulke tips mogen jullie vaker ja, doorgeven. Absoluut. Arjen, dankjewel. Dankjewel. We betaalden 14,50. Ja, 14,50 en dan geen stroom. Voor de rest kan je hier water uit de waterpomp halen. Je kan je chemische toilet legen en je vuil deponeren. Maar je staat echt midden in het bos. Het is echt super hier. Hier gaan we en zeker. Beesten gezien. En beesten gezien. Eindelijk. Zwijnen gezien. Ja, het heeft lang geduurd, maar toch ja. Eindelijk gisteravond beesten gezien. En nou, af. Bedankt voor het kijken. Wij gaan ons ritje naar huis maken. En ja, deze vlog zou wel wat langer duren als normaal. We hebben natuurlijk 2 campplaatsen aangedaan en we zijn 4 dagen weg geweest. Dus veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren, hè, op ons kanaal. Het is allemaal gratis. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei! Doei.